Dat is hem, de P10. Nou, we mochten niet naar binnen. We konden niet naar binnen, want het was helemaal vol. Maar gelukkig zegt Richard hier van, nou hier, je hebt hem alvast. Dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. Hij voelt heel licht. Even eerst indruk. Het was een wat ongebruikelijke presentatie. Namelijk, ik was er niet en ik kreeg hem net gewoon overhandigd buiten terwijl ik in de rij stond. Maar ik heb de P10 in handen en ik heb er even mee mogen spelen. Dus dit is echt een eerste indruk. Hij lijkt erg op de iPhone 6 en de iPhone 7 qua uiterlijk. Ik vond het heel lekker licht aan. En wat me vooral opviel, is dat die camera die erin zit echt hele mooie foto's maakt. Het weer werkt natuurlijk ook mee vandaag hier in Barcelona. Maar het ziet er echt heel mooi uit. En Huawei heeft beloofd dat hij niet meer dan 600 euro gaat kosten. En dat is dezelfde prijs als die de P9 vorig jaar had. En daarmee hoopt Huawei dat deze goedkoper zal worden dan de S8 die later dit jaar uitkomt van Samsung. En hij is natuurlijk ook goedkoper dan de iPhone, de voornaamste concurrenten. En Huawei hoopt eigenlijk over 5 jaar de nummer 1 te zijn in Nederland. En als ze dit prijspunt kunnen behouden en dit soort telefoons blijven maken, ja, waarom eigenlijk niet?